Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier bij Tandes opent. Met een beetje Kees. Brouwerij Kees. Op een of andere manier een brouwerij die niet vaak voorkomt in mijn kanaal. Op mijn kanaal. Bij mijn kanaal. Onder mijn kanaal. Door mijn kanaal. Het kanaal. Op YouTube bij mij. Het is Brouwerij Kees. Happier than ever. India Pale Ale. Gaaf blikje. Ik vind de kern ook wel komisch. Weet niet, al die smiley faces. De kleuren zo. Toen we een beetje een soort van... Late 60s, early 70s vibe. Het ziet er wel gaaf uit. De IPA's van Brouwerij Kees, het gaat bij mij een beetje op en neer. Sommige vind ik heel erg leuk, sommige vind ik een beetje vlakjes. Maar dat is natuurlijk gewoon ieder zijn eigen. Wel interessant, want ze hebben heel grappig gezet welke IPA's aan de hot side... Welke IPA's, welke hoppen aan de hot side gebruikt zijn en welke aan de cold side. Hot side is Idaho 7. En de cold side is HBC of HBC 586. Experimentele hoppen, nieuwe hoppen. Krijgen, voordat ze een naam krijgen, hebben ze altijd zo'n naam, zo'n nummertje. En Citra. De malten zijn Golden Promise en Tarwet. Alcoholpercentage is 5,1. En de gist is Verdant. ABC 17, IBU 26. Gerstemout, tarwe. Altijd goed. Ik ben ontzettend benieuwd. Brouwerij Kees uit Middelburg. Iedereen kent Brouwerij Kees wel. En staat bekend om een leuke core range. Heel veel barrel age dingen. Komen vaak hele toffe dingen uit. En ook heel betaalbaar. Gemiddelde barrel age van Kees is volgens mij wat? 5, 6 euro? Moet je nagaan. Dat is toch wel heel gaaf. En dus inderdaad specials zoals dit. Ik zal straks even kijken wat de Best Buy canning date is. Heb ik nog niet nagekeken. Dat doe ik wel even als ik hem leeg heb. En we schenken hem in. Schenkt. Nou ja, ik had met Verdant Yeast eigenlijk inderdaad wel verwacht dat er een beetje een hazy IPA uit zou komen. Het is misschien niet zo hazy fruit bomb zoals we wel eens vaker tegenwoordig zien. Qua kleur. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, nu die een beetje settelt, moet je zien. Dat is toch wel erg murky as fuck. Een beetje een zeepachtige schuim krijgt die relatief snel wegzakt. Ik ga even kijken of ik een Best Buy of canning date kan vinden. Tenminste houdbaar tot 02-2024. En ik heb dit bier een paar weken geleden binnengekregen. 2 weken geleden. Dus relatief vers. Ik heb het vermoeden dat deze echt... Het is vandaag 13 februari, de dag voor Valentijn. Weet niet waarom ik dat erbij zeg, want ik heb echt geen zak met dat hele stomme feestje. Maar goed, deze zal dus een paar weken oud zijn. Laten we eens even kijken wat dit doet in de neus. Oeh. Oké. Echt een beetje dat weedy danky. Echt zo'n soort van scherp wietachtig geurtje zit erin. Dat dank, dat weedy, weet je. Hoef ik jullie niet uit te leggen. Zit er echt wel in. Beetje dat kattenpis ding. Dat kattenpis wiet dingetje, weet je wel. Dat zit er echt mooi in. Ik krijg steenvruchten, mango, niet overrijp. Ik zeg nog niet dat ze onderrijp zijn, maar misschien nog een beetje dat groen. Dat je denkt, oeh, ze kunnen misschien nog net even een half dagje liggen. Tropische vruchten, beetje passievrucht, beetje lychee, beetje ananas. Dat hele medley van alles zit er wel in. Citrus, absoluut citrus. En een beetje zo'n soort van houtige kruiden. Woody herbs, houtige kruiden. Denk dus niet heel specifiek, maar denk aan dingen wanneer je praat over rozemarijn, tijm. Dat soort dingen, weet je. Woody, wat echt aan stokjes, takjes zit. Dus niet blaadjes zoals basilicum en munt. Maar echt wat aan takken zit, wat je eraf moet halen als het ware. Woody herbs, een beetje kruidig wat dat betreft. De schuim krijgt zak snel weg, dus het zou wel eens kunnen dat dit behoorlijk gehopt is. Ik staat er niet duidelijk op, het zou me niks verbazen als dit best wel double dry hopped is. Waardoor je dus die... Staat er iets aan een tekstje bij op? Ja, maar gewoon de standaard tekst, niets over het bier speciaal. Het zou me niks verbazen als dit relatief dry hopped is, dat die hoppen dus echt behoorlijk hun olie ook achterlaten. Waardoor je wat sneller de schuimkraag weg hebt. Want het glas is een nieuw glas. Ik heb meerdere van deze glazen. En deze heb ik echt letterlijk maar 1 of 2 keer gebruikt. Dus het is niet alsof het dirty glassware is. Heel grondsaards. En wat ik al zei, weet je, van dat wiet en dat beetje dat cat pee ding. Alsof je door grond en aarde loopt te broeten. Veel wat ik al zei, dat mooi tropische vruchtenverhaal. En 5,1% aan alcohol. Hey, maar daarna. Dat vind ik wel leuk. Ruikt goed. I like it. Ik vind het. Ik mag dit. Hier word ik wel vrolijk van qua geur.
Twee dingen die me nu heel erg kunnen tegenvallen is als dat soort van, want ik krijg een wat van soort van dennige, bittere harsigheid. Dat soort dingen, als dat niet mooi doorkomt in de smaak, zou ik balen. En dat het mondgevoel vlak is, dun. En de smaak minder impactvol. Ik heb vaker met dit soort IPA's, 5,1%, weet je, iets onder, iets boven de 5, dat ze in de neus ontzettend knallen. En dan neem je een slok en dan denk je, oké, dus we gaan kijken of dit iets in die trend gaat zijn. Cheers. Ik kan me voorstellen dat in a world where every IPA is chewable like bubblegum, one beer stands up to defy that notion. Of zoiets. Ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen dit een beetje tegenvalt qua mondgevoel. Misschien omdat je met die hoe sterk de neus overkomt, had ik ook wel iets meer mondgevoel verwacht. Maar als ik dan bedenk, een gemiddeld bier, pils, blond, noem maar wat, saison in deze alcoholklasse, zal een soortgelijk mondgevoel hebben. Het mondgevoel valt niet tegen, maar in mijn hoofd had ik misschien iets meer verwacht. Zeker omdat er ook wel een deel tarwe in zit. Weet je, met een deel tarwe had je in iets vol. Een wit bier of een mooie Weyer Stefane in datzelfde alcoholpercentage, door veel meer tarwe te gebruiken natuurlijk, in vergelijking waarschijnlijk, heeft een wat volle mondgevoel. Nou, dat er even nagelaten. Dat bittere karakter komt mooi door. Dat harsige, dat beetje dat wiet, dat dennen, dat cappy blijft ook, dat Buxusbol ding blijft in de finish ook mooi komen. Dat is voornamelijk de finish. Wat er qua smaak gebeurt, volgt heel erg de neus. Mooi vers, hoppig, groen. Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat dit bier eigenlijk, moet ik eens kijken of ik er nog eentje kan vinden en dat ik hem even een maand of twee geef. Want hij is nog een beetje green. Hij is nog een beetje, ik zeg geen hopburn. Hij heeft geen hopburn, maar hij heeft nog wel een beetje die iets te jonge intensiteit. We hebben hier wel eens vaker over gehad. Hè? Veel brouwerijen willen zoveel mogelijk pushen. Dus bieren die misschien beter 4 weken in de tanks hadden kunnen blijven, worden soms na 2-3 weken al in het blik gedaan. Geef ze dan in mijn ogen ietsje langer thuis. Want hij heeft nog een beetje dat scherpe randje, dat jonge randje. Hij kan wel ietsje aan leeftijd gebruiken. En met leeftijd bedoel ik dus niet maanden. Maar als je deze nu thuis hebt staan, ik film hem op 17 februari. Of 13 februari, heb je hem nog staan. Ik zou hem best nog wel een 2 tot 4 weken kunnen geven, hoor. Dat hij echt nog misschien iets mooier tot zijn recht komt. Want het lichtscherpe randje, die iets te hoppige prikkeling op de tong, is nog wat te intens. Je moet ook niet veel langer wachten, want dan denk ik dat hij juist ook wel weer qua smaak wat achterlaat. Dit zijn de IPA's. Heel veel van mijn double IPA's laat ik echt nog wel eens een maand of twee staan na canning. Omdat ze dan soms beter tot hun recht komen dan hashtag drinkfresh. Groen, munt, in de neus komt nu wat meer naar voren. In de smaak blijft dat, wat ik zei, dat soort van niet overrijpen, maar ook nog net niet, ook niet onderrijp. Misschien op het randje van goed rijp zijn een mango en steenvrucht, dat je erin bijt en dat je denkt, oh ja, het is echt wel mango, het is wel perzik, kan nog een beetje langer liggen om echt vol te zijn. Hè? Je bijt erin, je koudt erop en je denkt, het mag iets sappiger zijn, hij is nog een beetje crunchy. Dat concept van een mango perzik idee. Met wat citrus en al die verhalen wat ik vertelde over dat harsig dennig, komt er allemaal mooi door. Al met al vind ik dit een leuke IPA. Is het de beste IPA die ik van Kees ooit gehad heb? Om heel eerlijk te zijn, ik weet het even zo niet meer zeker. Van wat ik al zeg, veel van de impact die bij mij blijft van bieren van Kees, dat zijn zijn stouts, dat zijn zijn barley wines, dat zijn die dingen op die vaten. Die vind ik heel mooi impactful, die vind ik mooi vol. Ik heb hem al lang niet meer gehad, maar een van mijn favoriete bieren was vroeger, lees 5-6 jaar geleden, was die Export Porter. Die 1750, die moet ik weer eens een keer even meenemen van het werk. Want die vond ik echt wel, vond toen heel fijn. Dat concept doet voor mij meer. Maar als ik bedenk aan welke IPA's heb ik de laatste tijd gehad van Kees, dat ik echt dacht van, wauw, zijn er weinig. En deze die blijven wel wat langer hangen. Dit vind ik echt wel een leuke IPA. Ik wou achteraf dat ik hem ietsje langer had gewacht, nog een weekje of twee, met reviewen. But I like it. But I like it. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat was het voor deze review. Weinig meer heb ik er nog over te weer.
Adi, 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 adi. Sorry voor de wasmachine in de achtergrond. Vond je de review leuk? Klik op like. Vond je de review heel erg leuk? Klik op abonneer. Vond je het niks aan? Dan klik je op dislike. Onderin omschrijving was links naar alle social media. Link naar de Dutch Beer Collective. Link naar mysterybeer.nl. Laat wat comments achter en ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.